Berenstraat helemaal, ja, vandaag met Winfried de Haan. Hij is advocaat, schuine streep, ondernemer. Wat ik wel heel mooi vind, ik heb het gehoord uit Betrouwbare Bron, wil ik ook mee beginnen, vind ik wel mooi. Toen jij begon als strafpleiter, heb jij ooit gezegd, ik wil de beste strafpleiter van Nederland worden. Is dat gelukt? Ja. Ja? Ja. Echt waar? Ja. Ik was in zo rondom 1980. 1990. Ik ben in 80 begonnen. Ja, 80 begon. En 10 jaar later vond ik, maar ja, ik ben niet geheel onpartijdig, vond ik mij tot de beste 3 van Nederland. Wie waren die andere 2 toen de tijd? Corvinus vond ik heel goed. Ja. En Spong. Corvinus en Spong. En Corvinus, ja. Dat is, die is ook nog ooit voorzitter van de VARA geweest, toch? Ja, 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 ja. Kees. Nou, is het dan nog goed terecht gegaan, of niet? Dus Kees Corvinus had je. Ja. Je had Gerard Spong. Ja. En je had Winfried de Haan. Ja, ik wil niet zeggen in die volgorde, hoor. Nee. Maar je was wel, jij hoorde wel bij de beste. Bij de 3. Ja, ja, bij de beste 3. Ja. En dat gold ook voor jouw advocatenkantoor, toch? Ja, als je dan daar de naamgever voor bent, dan zit je daar in dat illustere rijtje. Ja. Ja. Maar Winfried, ik herinner me, je hebt ooit begonnen aan de Turf Single. Ja, hè? Ja. Als alleenstaande man. Ja. Zoiets. Een bordje op de deur en beginnen. Wat stond erop dan op dat bordje? Advocatenkantoor. De Haan. De Haan. Ja. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ja. Er zijn nog wat notarissen bijgekomen, maar in principe is het nog steeds advocatenkantoor. Tot aan de dag van vandaag is het advocaat De Haan. Ja. Maar er is natuurlijk wel heel veel veranderd. Want ik zei het ook al toen ik jou aankondigde, schaamstreep ondernemer. Ja. Op een bepaald moment is het ondernemer zijn is wel belangrijker gewoon dan jouw advocaat zijn. Ja, ik heb ergens de omslag gemaakt dat ik een keuze moest maken of ik blijf advocaat of ik word echt ondernemer-directeur. Ja. En ik heb het geluk gehad dat ik dus eigenlijk 2 carrières in 1 heb gehad. Ja. En beide vergen op een heel andere manier allerlei talenten van je. Maar dat is toch wel heel bijzonder. Ik bedoel, je bent advocaat en opeens kom je erachter dat je eigenlijk ook een ras ondernemer bent. Of had jij dat altijd wel, dat idee van? Nou, zie, wat je merkt is dat je dingen durft te doen. Ja. En ook op het moment dat je advocaat was, maar ook met je kantoor. Die niet in een hokje past. Die ging altijd buiten de hokjes. En ik vind wel dat dat een onderdeel is, of een bestanddeel van het ondernemerschap. Ja. Dat je altijd een andere weg op gaat dan iedereen verwacht van je. Ja. Maar ik bedoel, ik zei dat ooit begon aan de Turf Single, hè? Toen die tussenstop gemaakt aan de Zilverlaan, toen werd het eigenlijk ook wel een groter bedrijf. Ja. Hè? En dan opeens dat Europa Park. Ja. He, als je aankomt rijden met de auto, dat je dat ziet. Ja. De Haan, advocaten, notarissen, noemt allemaal maar op. En hoeveel personeel had je? 130, 150? We zitten nu op 150. 150 man personeel. Ja. Ben je dan trots op jezelf? Nou ja, als in zo'n periode dat je terug gaat kijken, omdat ik stop, is het wel een mooi moment om eens te kijken van wat is er tot stand gekomen. En dan, op zulke momenten ben ik wel best wel trots erop. Ja, om het nou niet te bagatelliseren. Hè? Je zegt, ja, 1980 begon. 1990 had jij echt al het idee van, ik hoor bij de top 3 wat betreft mijzelf en wat betreft mijn kantoor. Ja. Maar zou dat in deze tijd ook nog kunnen, Wilfred? Dat je echt zeg maar als advocaat alleen begint en dat je dan nu al die vestigingen hebt met 150 man personeel. Nou ja, niks is onmogelijk, nee. Dat blijkt. Maar het is natuurlijk wel veel zwaarder geworden. Toen ik begon, toen waren het er 2000 advocaten. Ja. En nu zijn het er 17.000. Ja. Dus je concurrentie is ook wel giga geworden. En dus het betekent wel dat het elke stap wel veel zwaarder is om te zetten. Ja. En laten we ook wel wezen, banken, et cetera, zijn ook niet meer zo scheutig om jonge advocatenkantoren nog een vorm van krediet te geven. Hey, wat iedereen natuurlijk ook interesseert, en vooral ook de kijkers van Berenstraat helemaal, dat is het beeld van de strafrechtadvocaat. Ja. Hè? Kijk, in die periode dat jij begon, dan was je gewoon advocaat, je was strafrechtadvocaat. Ja. Maar daarna, ik hoef de namen allemaal niet eens te noemen, werd het een soort van hype. Ja. Strafrechtadvocaat, hè? De uiterlijke schijn, mooie auto's, alles noem maar op, mooie panden. Ja. En wat is dat verschil? Hoe komt dat? Nou, zie, in de tijd dat ik begon was
strafrecht eigenlijk een ondergeschoven kindje van de rechtspraak. Het hoorde erbij, maar niemand specialiseerde zich erin. En ineens werd natuurlijk de samenleving geconfronteerd met een enorme criminaliteit. Ja. En laten we wel wezen, in de 70e, 80e jaren kwam de heroïne op. Met ongelooflijk veel verslaafden, criminaliteit. Je kunt het zo gek niet bedenken of het was er. Dus toen kwamen de schijnwerpers veel meer op het strafrecht. Ja. En daarmee natuurlijk ook op aan de ene kant de officier van justitie. Hè, bijvoorbeeld de Teven. Ja. En de crimefighter. Ja. En het werd dus veel meer crimefighters, advocaten. En ja, dat is maar een heel beperkte zicht op het proces. Maar daarmee werden wij als advocaten ineens bekend. Ja. Er kwamen ze allemaal uit alle hoeken en gaten. Opeens, ja. Ja. Maar ook de metamorfose van de strafrechtadvocaten. Ja. Jij hebt altijd gezegd van nou, ik heb daarvoor gecoacht, ik heb er nog geen spijt van gehad. Want ik vind het prachtig, dat strafrechtadvocaat. Er zijn natuurlijk in jouw bedrijf zijn natuurlijk ook allerlei andere soorten van advocaten. Ja. Hè? Ja. Maar toch dat strafrecht, wat is dat dan? Wat is dat dan, dat die trigger van het strafrecht? Nou, het gaat ook om dat heel veel mensen, het gaat ook om wat mensen zien in criminaliteit. Ja. Ze vinden aan de ene kant heb je de verdachten, de criminelen, die een beetje stoer gedrag hebben, een beetje Robin Hood-achtig. Aan de andere kant zijn het mensen die op een hele sluwe manier veel geld binnenhalen en daarnaast. En dat is natuurlijk, zit er allemaal een kant in van het slechte van de mens. En mensen zijn natuurlijk allemaal een beetje daarmee aan de gang. Hè? Ja. Gewoon van, is het alleen de crimineel die slecht is? Of zit het ook een beetje in mezelf? Hey, dat is eigenlijk zeg maar waarop het opeens... het gaat een bepaalde spanning vanuit. Ja. Ja. Hey, wat ook bij de advocaat hoort, welk kantoor je ook noemt en welk advocaat je ook noemt, je wordt altijd wel eens één of twee of meerdere malen op je vingers getikt. Hè? Ja. Wat ik mij dan herinnerde van jou in het bijzonder is dat nam en wak. Ja, hè? Ja. Hoe heb je daar last van gehad? Nou, laten we beginnen met te zeggen dat ik denk dat de Stichting WAG en De Haan heeft natuurlijk wel een geweldige overwinning gehaald. Op de NAM, hè? Mogen we hard op zeggen. Ja, precies. Als je het hebt over succes. En we hebben de kleine man in de provincie. Mm-hmm. Hebben we een overwinning geschonken. Die ze eigenlijk nooit anders op deze manier voor elkaar hebben gekregen. Nee. Ja, en dat dan uiteindelijk wat gezegd. Je eigen hebt belang. Eigen belang. Ik vind dat eigenlijk onzin. Waar het om gaat is, en dat is een triest iets. En dat merken we in allerlei geledingen. Dat het recht voor de gewone man, Jan Modaal, ontoegankelijk is geworden, onbereikbaar, omdat het te duur is. Ja, ja. En wij hebben laten zien dat het ook een andere manier kan. Nou, en daar zijn we eigenlijk heel trots op dat we het hebben gered. Alleen ja, dan krijg je af en toe een tik op de vingers. Maar Wilfred, je komt de kranten op een bepaald moment niet opstaan. Ja. Voorpagina alles, De Haan werd met name genoemd en zo. Ja. Zijn dat slechte weken voor jou geweest? Nou, het is als het moment dat ze echt aan je eigen persoonlijke integriteit komen, dan vind ik dat wel heel, heel rot. Alleen wat je het uiteindelijk doet, laten we wel wezen, wij vertegenwoordigen 5000 mensen. Ja. En nog nooit, maar nu ook nog niet, heeft er ooit één over ons geklaagd. Ja. Dus dat geeft een heel goed gevoel. Anderen mogen ons wel misschien niet zo aardig vinden, maar het belangrijkste is dat de klanten die waar je voor staat het wel vinden en de tegenpartij mag jou wel niet aardig vinden. Wat heel belangrijk is, want we zijn alweer bijna het einde van de Herenstraat. Ik moet daar natuurlijk nu mee eindigen en zo. Ja. Net zoals als ik ook eindig met jouw carrière als advocaat. Want per 1-1-2019 stop je als advocaat, niet als ondernemer. Nee. Ik ga verder. Je blijft wel directeur. Nee. Ook geen directeur. Helemaal niks meer. Ik ga helemaal bij het kantoor weg. Ja. Maar ik ga wel andere dingen doen als ondernemer. Noem eens iets. Nou, ik word bijvoorbeeld voorzitter van de Raad van Commissaris bij Interpretie. Ja. We gaan, ik blijf voorzitter van de Groningen Ondernemingsprijs. Precies. En we gaan ook een platform oprichten voor jonge ondernemers die we gaan begeleiden en in investeren. Ja. En daar kom ik toe in mijn recht aan. Ja. Dus maar het bedrijf zelf van jou gaat helemaal weg. Is weg. Ja. 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 Dat is toch een bijzonder gevoel moet het zijn. Dus straks na zoveel jaar, dan is dat wel. Bijna 40 jaar. Ja.
Ja. Als je die naam blijft wel, hè? Ja, ja, dat is denk ik gewoon een te sterk merknaam voor jou. Ja, dat lijkt mij ook. Maar daar heb jij wel voor gezorgd, voor die sterke naam. Ja, gelukkig wel. Jouw visser was terug uit Denemarken, was op vakantie geweest. Is schitterend vervangen door Gerrit Brands. Okay. Als duur. Ja. Jacob de Vries heeft gefilmd, dus dat kan niet beter, maar dat moet ook wel met zo'n gast. Ik laat jou kiezen naar twee mannen en twee vrouwen. We beginnen bij de mannen. Begin met de mannen en dan bij de vrouwen. Eerst de mannen. Theo Hiddema of Gerard Sprong? Gerard Sprong. En nu de dames. Benedicte Fick of toch Maartje Schaap? Maartje Schaap. Maartje Schaap. 100%. 100%. Ja, die kant op. Heel veel succes verder. Okay, ondernemen dan. Maar het was toch een voorrecht om hem te mogen interviewen in deze Herenstraat helemaal. De enige echte Winfried de Haan.